Tony Gakens werd bij het grote publiek bekend na het WK in het Engelse Leicester, toen hij bij de belofte de bronzen medaille behaalde. De Deen Jurgen Schmidt en de Belg Ludo van der Linde gingen Tony vooraf. Wij schrijven 1970 en we zitten volop in de hoogdagen van het Belgische wielrennen. In de periode waarin Eddy Merckx de wet dicteert en waar Walter Godefroot, Frans Verbeek, Jean-Pierre Monseret en andere de Vlamings hoge toppen scheren. Maar we schrijven ook 1970, waar jongeren nog op hun 14e gaan werken, men koerst voor een broek en een trui en waar beroepsrenners hun loon door prijzengeld bijeen fietsen. Toen het wielrennen nog een ontsnapping aan het harde leven betekende. Tony Gakens groeit op in het landelijke Geetbets, waar de jongeren samentroepen om over de grindwegen hun eigen klassiekers en rondes te betwisten. Tony valt al vlug op door zijn talent en hij begint echt te koersen op 15-jarige leeftijd bij de onderbeginnelingen. Bij de junioren wordt zijn naam in één adem vernoemd bij de nieuwe gouden generatie van Monseret, de Vlaming, Dirks en Van de Vijver. In 1968 komt een lelijke val net na de aankomst van de koers in het naburige Halen roet in het eten gooien. Na een periode van coma en een heel lange revalidatie, zelfs het stappen moest Tony terugleren, staat hij een jaar later opnieuw aan de start van een wedstrijd om door te groeien tot één van de beste amateurs van zijn generatie. Zijn grote voorbeeld Rick van Looy zal Tony in zijn verdere carrière niet evenaren. De naweeën van zijn val blijven hem parten spelen. Toch groeit Tony uit tot een verdienstelijk beroepsrenner met een hele rits aan mooie ereplaatsen op zijn palmares. Etappes in de Ronde van België, Olympia's Tour, Brussel in Gooigem en de Acht van Gaam, om er maar enkele te noemen, naast een aantal podiumplaatsen in onder meer de Omloop het Volk, de nationale kampioenschappen en tal van belangrijke regionale wedstrijden. In 1979 houdt Tony de wielrennerij voor bekeken. Hij heeft zijn doel bereikt en bouwt een heel ander leven op. Tony was een echte kampioenschaprenner. Hij kon geweldig rap rijden en het was een van de rapste sprinters. Want toen werd er 3 auto's te winnen, 3 NSU's. De Vlaming woonden en Monseret woonden en hier woonden. Dat waren toen zo de 3 beste van Waals. Tony behoorde bij de jeugdrenners tot de beste van België, internationaal zelfs. Het niveau van Jean-Pierre Monseret en Rosé de Vlaming. Dat was een super trainer, een super klasbak om uw leven. En als hem in zijn kroom had, dat er in zijn kap gestaakt, dan was het er moeilijk te kloppen. Heel moeilijk. Een man met ongelooflijk potentieel. Fantastische mooie renner om naar te kijken ook. En vooral zijn eindjump, die was wereldvermaard. Vandaag is Tony Gakens gepensioneerd. Zijn fietsenwinkel is er vooral om de sociale contacten te onderhouden. En verder zijn er zijn 2 honden, Prins en Knuffel, die zijn aandacht opeisen. Tony zal je dan ook zelden alleen aantreffen. Er is altijd wel iemand die langskomt om een praatje te slaan. Kameraderie is ook erg belangrijk voor Tony. Tony Gakens was ook jarenlang actief in de gemeentelijke politiek, tot zijn gezondheid hem noodzaakte om hiermee te stoppen. Sport blijft belangrijk in zijn leven. Passief dan. Buiten de wandeltochten met zijn 2 honden. Eens lekker gaan eten, daar is Tony altijd voor te vinden. In een krantenartikel van 1967 werd hij omschreven als de ranke Geetbetsenaar met het lichaam van een mannequin, maar met de kuiten waar dynamiet in zit. Hier is Tony Gakens. Tony werd geboren in 1947 hier in Geetbets. Zijn ouderlijk huis stond in de
Dringtijlstraat, denk ik dat het nu is. Hij heeft twee broers, José en Benny, en één zus Ria. En ik denk dat Benny nog in het ouderlijk huis woont. Tony, we gaan beginnen. We hebben dat afgesproken. We hebben niet veel afgesproken. Als het een training zou zijn, was het een training van een kilometer of twee. Dus we hebben niet veel afgesproken. Ik ga beginnen met een aantal woorden. En ik heb tegen hem gezegd, zeg gewoon, als je dat woord hoort, wat in u opkomt. En het eerste woord is slager. Slager, ja. Als pa. Uw pa was slager. Ja. En uw grootpa was slager. Dan weer slager. En uw overgrootpa was slager. Ja. En Tony's vader was eigenlijk een strenge vader. Ja. 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 Want Tony's vader wilde niet dat Tony wielrenner werd. Ja, die wilde dat ik een beroep leerde, dat ik een steel leerde. En dan ben ik in het begin beginnersgast geweest. Maar ja, gelijk, ik wilde koersen en dan was dat achter een jaar was dat voorbij. Het schuilde wel, ja dat was naar de vakschuil tot 14 jaar en dan was dat gedaan. En dan, ja dan mocht ik kiezen. Ik kon naar slachten gaan of ik kon werken, ja terug binnen beginnen blijven. Dan heb ik dat toch geregeld gekregen dat ik kon met mijn vader mij verslachten. En zo ben ik dan door mijn onkel. Maar pa, uw pa zei. Ja, niet goed. We gaan slachten in de voormiddag. Ja, toen, nadien. En je kunt trainen in de namiddag. Ja, maar voordat ik mocht koersen, want dat wist dat zijn vader niet. Koersen, dat was hier onder elkaar rijden. Op straat, hier op de Borgloonstraat. Allemaal onder elkaar, die mannen van de Staatsen hier, van de Tuinwijk en van de Steenweg en van de Herbaan en van Bergen en ja, kom van alle gehuchten waren we hier aan het koersen. Ja, bij de gevolgen van die vallen en met gewoon fietsen, dat was als jeugd vroeger, want dat was niks anders. Hè. En onze, ja, zijn pa, die zei, ja, kom, we zullen slachten gaan. Als je toch niet de beenhouwer stil wilt leren, dan kun je de slachter stil verder doen. Maar mijn onkel, mijn Fons, ik was daar heel goed mee. En die kocht mij mijn eerste fiets. Maar onze vader, die wist dat niet. En Daar komen we zelfs op. Ja. Ja. Het was een fiets zonder versnellingen. Zonder versnellingen. Vroeger waren er geen versnellingen bij de nieuwelingen of bij de juniors. Die mochten niet, alleen beginnelingen, die mochten bij geen versnellingen rijden. Nee. Ja. Dan moest altijd een tandwiel van achter en een van voor. Ja. Ja. Daar komen we zelfs op. Ik heb nog een aantal woorden. Coiffeurs. Ja, dat was ons moeder. Ja, natuurlijk, ja. Was vader die ging slachten, ik was thuis, als moeder die was aan het krollen, die was het haar aan toe. Ja, mij binnenhouden, dat ging niet, die anderen die waren ook altijd op straat aan het spelen. Ja, dan was ik langs van achter ritsen, dan waren wij ook op straat en zo is dat allemaal begonnen. Hè. En het kapsalon, Tony, ene keer dat de overwinningen binnenkwamen? Ja, dan hingen de ballen daar in de dingen. Hè. In het kapsalon? Ja. Voetbal? We hebben ook gespeeld, maar nu wordt niet aangesloten. Hè. Want dat mocht niet? Dat mocht niet. Dat mocht niet van onze vader. Maar ik heb een ding gezien in een formulier dat je ingevuld hebt. In 1970 schreef je, ik heb gevoetbald, ik was links en ik had een strafschot. Ja, ja ik ben nog altijd links. Ja. Kuurigem Sport. De club. Ons club. Als beginneling, onderbeginneling? Al die jongens van de strijdkeer. Die rijden, bijna allemaal rijden die voor Kuurigem Sportief. Marcel Wouters. Marcel. Dat is de volgende naam, ja. Marcel Wouters. Ja. Marcel, ook van Gintbets. Ja, van die, ja. Die was dan
Die was dan 3 jaar ouder dan ik geloof ik, of 4 jaar ouder, dat weet ik niet. Ja. Die heeft de dokter tot beroepsaanrechts gebracht, of toch onafhankelijke. Ja. Ja. Tony Raamakers. Die is tot liefhebber, dat was mijn gebeur, ja. Die is tot liefhebber. In 70 zegt hij in een interview, aan mijn vriend Tony Raamakers dank ik alles, hij heeft me ertoe aangezet. Klopt. Ik zeg het juist, ja. Wij hebben dat zo. We waren geburen en zo is dat ontstaan, ja. Want Tony Raamakers was ook uw verzorger. Maar Tony Raamakers. Ja, dat was hem al gestopt hè, met koersen. Hè. Dan is die is altijd mee naar de koers gegaan bij mij, Tony, ja. Maar Tony was ook keeper. Die heeft in de gal gestaan en die heeft ook al, die heeft tot liefhebber gekoerst tot 22 jaar en die leef, maar dan is die was altijd bij me. Op de foto's had ik Tony altijd zien staan, ja, die had 100, uiteraard ja. Toch. Ja. Je hebt het daar straks zelf al gezegd, een beetje voordat ik aan toe kwam, dus. Uw oom Frans had in Hulsbeek een fiets gekocht, zonder versnellingen. En dan zit je beginnen koersen bij de onderbeginnelingen, ja, zonder dat pa het wist. Ja. Maar bij uw eerste wedstrijd, dan was hem er toch. Ja, zo weet dat kun je niet wegstrijken. Hè. Ik ging altijd bij oom Frans aan. En ik, ja. Ik kreeg dan zijn biefstuk nog. Dat was de tijd van de biefstukken en niet de tijd van de pasta. Ja. En ja, dan waren we toch een keer gaan koersen. Dat was de eerste keer. In het kerk om 10. En het was zo weer gelijk als nu. Hè. Sneeuw, allee, smeltende sneeuw en koud. En ja, ik had nu toch wel gedacht dat een beetje gemakkelijker zou gegaan hebben de eerste keer. Maar ja, dan kon je altijd bij andere mannen. En natuurlijk waren we in het begrijpen. En achter, ja, bijvoorbeeld als we 10 toeren moesten doen, achter 4, 5 toeren was ik alleen aan het rijden. Ik kon die niet volgen. Hè. Dat soort mop, Tony, iedereen, ik reed in het peloton. En de ene na de andere demareerde. En het laatste zat ik alleen in het peloton. Ja. Wel zo is. En toen, ik zeg, godverdomme, ik ga de bovenkant, ik ga stoppen. Zeg. Ik blijf isoleren en alleen. Ja, maar onze vader die had dat gehoord. Dat ik daar naartoe ging. Tegen de middag aan, zeg ik. Van ons moeder of van hetzelfde wee. Of dat een fonds had tegen ons ma gezegd. Wat, ik weet het niet. En daar stond hij. Harry. Ik stond al met bijna op één voet op de grond, van mijn fiets al, rijden. En ja, ik moest verder. Hè. En dan heb ik maar verder gereden, totdat de koers gedaan was. En, ja, als de anderen al binnen waren, kwam ik binnen natuurlijk. Ja. En zo is dat begonnen. Langzaam is dat beter gegaan. En gemakkelijk is het niet, hè, koersen. Dat moet je wel opschrijven. Dat is voor iedereen. Als je een bekje bij de flauw redt, dan weet je dat het niet gemakkelijk is. Maar ja, ik had een beetje talent en door mij heb ik het ook zo ver kunnen schoppen eigenlijk. Hè. De eerste overwinning, Tony, dat wist je nog, was in Bost. Ja. Bij de onderbeginnelingen. Ja, ja. In 63 denk ik. Ja, ja. Ja. En dan zijn de volgende overwinningen gekomen. En eigenlijk de eerste serieuze, ik kan niet zeggen overwinning, maar titel was in 65. Kampioenschap van Brabant. Ja, ja. In Geldenaken. Ja, Geldenaken. Ja, ja. Ja. En dan volgt er ander. Dan zitten we in 66. Dan is het niet meer provinciaal, maar dan scoort je al nationaal. 1966. Belgisch kampioenschap. Juniores. Zeg eens, Tony, hoeveel is de plaats? In met de derde. Na? Jan Lindekes en Jean-Pierre Monserij. Dus dat zijn toch wel serieuze namen, hè? Ja.
Dat is niet Janneke en Mieke. Ik heb nagekeken, Tony heeft een heel verzameling archief nog. Dus ik heb voor 66, Tony, heb ik teruggevonden om u te zeggen hoe goed dat Tony toen was, 1966. 11 overwinningen, 20 tweede plaatsen, 30 derde plaatsen, vierde of vijfde. Dus een totaal van 61 ritten was Tony 61 keren in de eerste vijf. In 67 gaat Tony over naar de amateurs. Daar haalt hij 22 overwinningen bij de amateurs. En dan stoppen we, want niet alles van een wielrenner is een roze geur en maneschijn. Dan houden we halt bij 28 mei 1967, Tony. Ja. Heel speciale datum voor u. Vertel eens. Koers in Bloemendaal. Ja. Tony wint de koers, denk ik. Ja. En 40 meter voorbij de meet rijdt Tony tegen een toeschouwer. Gevolg. Dubbele schedelbreuk, 9 dagen in coma, 6 weken ziekenhuis en een jaar inactief. En ik denk Tony dat dat toch wel een keerpunt in de carrière geweest is. Daar ben ik van overtuigd, ja. 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 In welke zin? Dat zijn die 5% of die 7-8%. Of 3% die ik gemist heb voor echt bij de profs heel hoog top te schenen. En dat kan Jan behamen, dat was mijn sportbestuurder. Als het heel intensief werk was, dan, oftewel, werd ik duizelig. Werd ik dan draaierig in mijn hoofd. Oftewel, ja, had ik hoofdpijn. En je mocht eigenlijk, als je topkruisend mag, je mag niks, nergens mag niks missen. En dan, met verandering van weer had ik dat ook al. Of was het, ja, ik had regelmatig daar last van, ja, van die kop. Zelfs nu heb ik daar nog van tijd last van. Maar ja, dat is gebeurd en ik ben content dat ik zo'n carrière gehad heb, maar natuurlijk, die had vele, vele schoner kunnen zijn, als dat niet in ieder geval gevallen was. Want op het eerste gezicht, Tony, je ligt bijna een jaar stil, hè, van mei 1967 tot de eerste koers die ik gevonden heb in 68 was 28. April 1968 in Attenrode Wever, terug 10e. 1 mei rijd je terug in Halen 12e. 4 mei Leopoldsburg 2e. 5 mei Haasrode 6e. Dus ja, maar, je bent stilletjes aan terug. Ik ben terug ontkomen, ja. Maar ja, dat is een moment. Er is een stukje tussen daar. Ik heb dat verloren. Dat is, niet gelijk iemand die een jaar overdoet in school, maar fysiek was er een breuklijn, zal ik zeggen. En ja, daar kun je niet meer in volgen. Ja, want je zit de generatie Montserré. De generatie Montserré gaat een jaar door. En die mannen schuiven omhoog. En die schuiven op en je zit met achterstand. Ja, maar je zit met achterstand. Ja, want ik lees in, ik heb dat gevraagd, een krantenartikel van 1967, maar dat was voor je ongeval. Er staat, Tony Gakens heeft een contract getekend om deel te nemen aan de Olympische Spelen in Mexico, ja, in 1968. Ja. Ja. Dat toch al iets speciaals is. Mm. En dat is dan mede door de val, well, is dat niet doorgegaan. Nee. Ze moeten thuis blijven. Ja. Want toen moesten we proeven gaan doen in Gent
bij dokter Marleer. Had jij hem? Ja. En ja, ik was gezellig bij. Dat was 67 dan, ja. Je was geselecteerd om naar Mexico te gaan. Maar ja, door de val is het dan niet doorgegaan, ja. Goed, dan komen we in 69. En de overwinningen komen toch terug. Langzaam komen we dit terug, ja. Je wint terug in 69. We gaan naar 1970. Dat was dan beter. En 1970 is één van de topjaren, mag ik wel zeggen, bij de amateurs. Ja, ja. 20 overwinningen bij de amateurs. Je gaat over naar de profs. Wanneer, daar komen we zelfs op terug. Ik lees wat in de krant staat. Op 21 mei 1970. Tony Gakens is de ongenaakbare leider in het regelmatigheidscriterium voor liefhebbers in Brabant. Na zijn meesterlijke zege in de omloop der Vlaamse gewesten, won hij in het voorbije Pinksterweekend nog 3 maal te reken en donderdag zette hij de kroon op het werk door de grote eierprijs van Begijn Dijk te winnen. Ja. Ik ga de vraag nu stellen, Tony, want ik had ze eigenlijk later voorzien. Ja. Als ik die data zie dat er gereden wordt, ik geef gewoon een opsomming. 25 april 1970, eerste in Alken. 26 april 1970, tweede in Brussegem. 28 april 1970, eerste in Tonpluiven. 2 mei 1970, eerste in Sint-Amans. 10 mei 1970, eerste omloop der Vlaamse gewesten in Meerbeke. Dat is allemaal met een paar dagen tussen. Dat ging toen zo. Ja, zo was dat. Of heeft dat geen hypotheek betekent voor later zoveel rijden op, ja, zo kort naar elkaar? Nee, dat geloof ik wel niet. Omdat voor als je liefhebber bent, ja, je bent dan 20 jaar, 21, 22. Hè? Gelijk als, ja, ik was er een jaar tussenuit geweest, maar ik was er al 22,5, zal ik zeggen. Dat zijn koersen van 120, 30 kilometer, dat moet je kunnen. Er zijn jongens van 23 jaar die de Ronde van Frankrijk rijden en dat zijn 21 ritten achter elkaar. En die moeten dat tot een goed einde brengen. Nee, dat kan geen hypotheek geweest zijn op mijn verder dingen. Nee. Maar er waren ook, ja, er zijn ook momenten geweest dat ik niet. Op concours was en 3 keer in de week gereden, maar daarover heb ik die niet alle 3 gewonnen. En misschien maar 2 uitgereden ook. Verstaat dat dan? Heb je maar 1 koers gereden op een week of 2 koersen op een week? En dat kan. Nee. We maken een sprong naar Waregem. Belgisch kampioenschap voor de amateurs. Waar Tony Gakens als grote favoriet start. Ja. En ik heb mij het verhaal verteld, Tony, eigenlijk is het misgelopen door iets heel onnozel. Ja, iets heel onnozel. Ja. Maar zo is het wereldkampioenschap, ja, daar gaan we eens mee toe komen. Ja. Dat is juist hetzelfde geweest. Hè. In Waregem, dat waren veel stenen. En dat was, een heel stuk omhoog en dan kwam je boven, draaide je naar links, een heel stuk naar beneden, allemaal stenen. En we hadden ons voorzien bij de zwerverfietsen en zo verder. En alles was tip-top in orde en ik was in orde. Maar al de kanshebbers had ik toen naar huis, dat is niet voor te stuffen. Alles, die waren er allemaal af. Ik had die allemaal naar huis gereden. Vlaming al wat er bij was, zo goed was ik toen. Dat we bij een man of 8, 9, ik weet het ook niet meer juist, nog voor waren. Op een ronde of 3 vandaan.
dat was een jong bij. En ik denk dat je Vic Peters bedoelt. Van Geel, ja, Vic Peters. En de jong die kon juist volgen, maar die kon heel geen prijs raffelt zomaar. En zeker in geen kampioenschap. En wat gebeurt er? Ik rijd maar. En dan zag ik de jong lossen als we de berg, de steren omhoog rijden. En ik zeg ja, in die afdaling, als ik op kop rijd, hè, ze rijden toch niet. Ja, nou, ze passeren me toch niet. En dat ze mij allemaal in de hoek hadden, dan kan de jong terugkomen. En zo had ik die al een toer of drie laten terugkomen, elke keer. Hè, omdat die, dan was hij erbij geweest en dan had hij een fatsoenlijke uitslag gehad. Ja, achter of tinten of zo. Nu, de laatste toer, komen we naar beneden. En als we beneden aan de steden waren, moesten we links een paddeke op. En dat paddeke, dat was een halve meter breed. Midden waren dat stenen, een borduur van 15 centimeter en een balkje van een halve meter. Wat deden de kruis? Alle toeren, we sprongen dat balkje op, totdat we aan een arrivee kwamen. Alleen 200 meter van de meid, dat begon de beton. En we deden dat nu ook zo. Maar ik reed de tweede dat fietsbalkje op. Dat balkje van een halve meter, maar je kunt mekaar niet voorbij komen of je kunt mekaar niet passeren. Eigenlijk een beetje veldrijden. Ja, ja. En je zat daarop en je kon er niet af. Dus de eerste die regelde het tempo. En toevallig was dat was ook een goede kraar. Dat was zeker geen slechte kraar. Eddie Verstraeten van Boyschot. En die zat de eerste. Maar ja, natuurlijk, die wilden allemaal sprinten tegen mij. En die voelden hun, ja, die wisten dat ik krap was. Gingen die niet voluit rijden. Maar wat doet hij? Op een bepaald moment redt hij nog misschien 2,33, 35. Hè? Waar je zou moeten kunnen tegen 40 overrijden. En ja, dat is goed. Maar ik zit daarachter. Achter mij zat Willy Terling. Die blijft in mijn wiel zitten. Wat moest er gebeuren? Ik weet het niet. Maar door mij was de Peters in de afdaling, die bocht rond op die stenen. In plaats van op dat paddeke te springen, was die op de stenen blijven rijden. Vic Peters. En die rijdt aan zijn tempo naast ons over de stenen. Dus steekt iedereen voorbij. Ja. Hè? Die fladdert over de stenen, zal ik zeggen. En ja, ik kom op de beton en dat was nog 200 meter. En we hadden zo een 30 meter verloren op die Peters. Maar toen, ja, ik begin de sprint en ik win de sprint. Maar ik raakte niet meer in dat wiel. Hè, en ik was tweede. Dus Tony tweede op het Belgisch kampioenschap van amateurs. Ja, die heeft hem natuurlijk, die jong was gelukkig, maar die heeft dat 25 keer misschien herhaald, of 30 keer herhaald, dat door mij was, dat hij kampioen geworden is. Ja, want eigenlijk was afgesproken dat hij voor u ging optrekken. Ja, met peloton mee binnenkomen, bij ons mee binnenkomen. Voor zijn prijs, voor zijn achter of tegenste prijs. Zo was dat, ja, ik had beide lijnen eigenlijk naar mij. En dus daar heeft de overwinning gekost. Ja, ik was gaarreeds kampioen van België geworden. Hè. Ik was er al in Nieuwerkerken was, Nieuwerkerken als nog eens vierde geweest met de liefhebbers. Ik was er altijd dichtbij, maar het is nooit niet gelukt. Hè. Wat dan eigenaardig is, Tony, als je al die uitslagen ziet, 20 overwinningen bij de amateurs in dat jaar, dat het nog niet zeker was dat Tony Gakens mee mocht naar het wereldkampioenschap in Leicester. Want dat is pas op de allerlaatste minuut, bij manier van spreken, beslist dat Tony mee mocht naar Leicester. Ja. En wat gebeurt dan in Leicester? Ja, dat is dat. Dat is dat ook nog zo een keer gebeurd.
En dan, ja, dan besefte jij zo, ja, eerlijkheid, ja, of goedgelovigheid, ja. Ja, dan zeg je, godverdomme, het is toch wel straf. Maar nee, dat was ik, ja, dat was ik nadien meer ontgoocheld. En in Waregem was ik direct meer ontgoocheld. Maar in Leicester, daar is de ontgoocheling nadien gekomen. Als ik ja. Maar voor de niet-wielrenners, Tony, uiteindelijk, Tony Gakens wordt derde ja. Op de bronzen medaille op het wereldkampioenschap. In voor amateurs ja. In Leicester. Ja. Ja. Generatiegenoot, concurrent, Montserrat is dan al overgestapt naar de profs. En wordt wereldkampioen bij de profs. Ja. Ja. En daar is dan de discussie gekomen achteraf. Van de Belgen hebben niet voor elkaar gewerkt. Geweldig, gaat dat. De bondscoach was Lucien Acou, denk ik. Ja. Schoonvader van Eddy Merckx. We gingen daar boven, ik ga dat nu een keer vertellen. We gingen boven de kruis allemaal bijeen. Jij slaapt op dat kast in een studentenhuis. En jij slaapt hier. Ja, oké, okay. We zijn naar binnen. En. Ludo van der Linde, dat was tussen haakjes een hele goede kruier, maar Merckx had hij op het oog. En die Merckx had, die pakte zo altijd kruiers ja, van in zijn bloed. En die was, dat was een goede liefhebber. En die kreeg bezoek altijd van Lucien Acou. Voor de mensen die hier zitten, er zijn er beide die niet weten, maar Lucien Acou, dat was de school, of dat is dat door, maar dat was de schoolvader van Eddy Merckx. Ja. En die regelde alles wat Merckx in zijn ploeg kreeg. Dat was de bondscoach eigenlijk. Ja, ja dat, die was met de bond door. En die kwam altijd, die ging altijd naar Van der Linde. En dan kwam hij bij ons allemaal en dan zei die mannen op zijn Brussels, het hotel, maar één zaak, dat is allemaal voor elkaar rijden. Hè? Want we moeten elkaar bijstaan en je moet zitten blijven als een ander gaat en zo verder. Als een ander niet meer rijdt, moet je eraf stoppen en je moet, ja. En, spelde die in op al de kraars. Maar Ludo van der Linde, ik krijg dan nog bezoek van ex-profs, gelijk mannen die toen al gestopt waren, like Frans Arenhouts van Antwerpen, op zijn kamer. En die was dan al gebrainwashed wat hij moest doen in de koers. Natuurlijk, als je eerlijk koerst, ja, dan koers je eerlijk, zo simpel is het. Dan is het dus, het is zo of het is zo. Ah. Goed, wij zijn vuur. Ik zet mij verhoef in dat koers. En op de kilometer of vijf, vier van de meid, sluit een groepje aan bij ons. Maar ik kan niet meer zeggen, we waren bij vier of bij vijf of bij zeven. Verhoef toen die moment, maar er sluit een groepje aan dat we meteen op de 12 man waren. En toen, bij dat groepje zat Ludo van der Linde. En ik zeg tegen, dat was het laatste bergje voordat we op de omloop kwamen van de Narivij. En ik zeg in die afdaling tegen Ludo van der Linde, Ludo, omdat je gebreinwast wordt van Acou, dat er moest beneden rijden. En ik zeg tegen van der Linde, ik krijg een dekant en ik roep, Ludo, gaat het? En die houdt zijn hoofd recht voor, die kijkt niet naar mij, die antwoordt niet. En ik vraag dat drie keren, maar nu komt het. Dat is bijna gelijk Petrus met een haan drie keer. Hè? Ja, hè? De tweede keer was links Jorgen Smit, die wereldkampioen geworden,
weggedimmerd. Gelijk een traan, gelijk de gewonnenheid. Maar er waren ondertussen al 50 meters dat hij weg was. En ik vraag het 3 keer aan Ludo en de 3e keer schudt hem neer. Dat hem niet kon. Ik zeg, ik moet even haasten, dat ik, voordat ze dat bergje omhoog rijden, dat ik in het wiel zit van Smit, of ik kom er nooit meer bij. Dus, en ik pak die beneden, als we dat bergje opdraaien, dan zit ik in dat wiel. Maar ja, die gaat dan aan de kant, die zegt, dan pak dan over, want op boven stond de televisie. Ja, dat is heel rap gezegd, pak dan over. Ik rijd die voorbij en ik los af. Dan komt hij terug, ik pak terug in, en we komen boven, maar toen rijdt hij me daar bij mij. En dan is dat groepje teruggekomen, in de afzingske, knots, en we waren op de omloop. Maar Ludo had gezegd, er was dat terug bij, maar Ludo had nee, dat niet ging. Dus, we zijn aan het ronddraaien, we gaan, ik ben al... Mij aan het reguleren, ik zeg ja, we moeten sprinten. En ik zat, daar zat daar een Antonioni geloof ik, of zo, ik weet het ook niet meer juist, een Italiaan, waarvan dat ze deden dat er zo'n rappen was. En ik, ja, op een keer, op zo'n 600 meters van de meid, demarreert Ludo van der Linde. En die springt, en direct daarachter, Smit. Ja, ik zeg, oei, nou die rijdt Ludo van der Linde, dan moet je zitten blijven, hè. Ah ja, want dat koe maakt, dat koe die zegt, je mag niet achter elkaar rijden. Dus ik blijf zitten, en dan springt Smit. En als Smit springt, valt Ludo van der Linde stil. Dus dat was dan een operatie van 50 meter of 100 meter, want die had niet meer mee te maken, die had doen, die mogen die maar rijden en verstaan. Maar die, ja, dan passeerde Smit van der Linde, ja, en dan waren we er nog niet 5 jaar en dan, ja, dan zijn, ja, het was al gedaan en Smit wereldkampioen en ik, ja, en van der Linde is tweede en ja, daar zijn de beelden van, zei ik, nog. In eerste instantie is er sprake van ontgoocheling in het Belgische kamp, hè, ondanks 2 en 3, want we wou winnen. Maar dan zegt Tony, prof worden is belangrijker dan wereldkampioen zijn. Ja. Was dat een opwelling of was dat echt gemeen toen? Nou ja, dat was toen, ja, dat was... Dat wilde ik worden, hè. Dat wilde ik al voordat ik gevallen ben. Ja. En, ja, zo. Er is iets dat Tony, Lester was in 1970, we zijn nu 2019, en we zijn nu 49 jaar later, en er is iets dat Tony al 49 jaar op zijn maag ligt. Ja, Tony? Ja. Want hij wordt 3e in het wereldkampioenschap. Dat... Om niet niks is. We zouden nu blij zijn als we het er zo nog hebben. En de gemeente heeft toen niks voor hem gedaan. Nee. Geen viering, geen ontvangst op het gemeentehuis, geen huldiging, niks. Nee. Maar na Lester tekent Tony een profcontract. En hoe moeilijk was het? Niet om naar de profs over te gaan, dat was heel eenvoudig, dus een contract tekenen. Maar hoe moeilijk is het om bij de profs geaccepteerd te worden als jonge aankomende renner? Ja, dat is eigenlijk niet gemakkelijk. Ja, want als ik de krantenverslagen lees, dan komt er altijd hetzelfde terug, dat er een beetje wrijving is tussen de gevestigde generatie en de jonge generatie, zeker als de jonge generatie, zijnde Tony, het goed kan uitleggen. Ja, je komt bij beroepsrenners en
Dat zijn gevestigde waarden, zal ik zeggen, die een paar jaar ouder zijn als jij. En je komt erbij als ja, je zet dan een, wij zeggen dat eigenlijk een ambetante rik eigenlijk, hè, verstaan het? Je komt als derde, je zet, als ja, derde van het wereldkampioenschap. Ja, je komt te winnen, je zet erop, hè, je komt goed onder de voeten uit. Ze moeten rekening bij je geven. He? De verdelder, al die mannen die niet rap zijn, of niet minder rap zijn als jij. Ja. En je komt bij de ploeg van Frans Verbeek. Ja, bij Verbeek. Ja. Je zit in de ploeg, ja. En je gaat naar Brussel en je tekent ook contracten. En ze zeggen bijvoorbeeld, jij bent een beschermde renner. En Marcel, jij bent een beschermde renner. En Tony, jij bent een beschermde renner. Totdat je in de koers komt. En dan is er de sportbestuurder die zegt, jammer, hey mannen, je moet verderen. Hè? En dat was dan op Verwijk bedoeld. Hè? En ja, zo was ik, en zo was Taf van Roosbroek, en zo was Ralf Hoewerks, en zo zijn er dus wel geweest. Die moesten dan voor Frans rijden. Dan wie gaat dan met de plamen lopen, dat is... Ja. Ik citeer een krantenartikel. Voor een sprinter als Tony, Gakens was er bij vervolg, niet veel ruimte bij de ploeg van Verbeek. Het samengaan van de vrijpostige Gakens met Verbeek en zijn aanhangers was allesbehalve harmonieus. Ja. Klopt. Dus daarom dat ik vraag, hoe moeilijk is het? Zo was het. Dat was heel moeilijk. Dus je komt van een statuut van, laten we zeggen, veel winnaar bij de amateurs. En je wordt in feite dan terug werkman gemaakt. Knecht van de kopman. Ja, dat is heel moeilijk. En je moet je kansen als putter opofferen voor vriendlanders. Ja. Voor een gat toe te rijden, of voor het werk te doen, zal ik zeggen. Hè. De andere ging dan bij de dingen lopen. Hè. Maar ja, dat is niet zo gemakkelijk altijd. Hè. Ik ga je nog een artikel voorlezen, Tony. Dan moet je eens raden, dat hebben we niet afgesproken, je moet eens raden. Wie dat geschreven heeft. Tony Gakens is een robuuste kerel, macht te koop. Een echte doorduur en daarbij nog een uiterst snelle sprinter. Nog voor de eigenlijke seizoenstart kreeg hij te horen dat hij niet tot de kernploeg behoorde die zich aan de Franse zuidkust ging voorbereiden. Een hele opdoffer voor de ambitieuze Tony, die blijkbaar niet lang in de gratie had gestaan van zijn bazen. Hem werd verweten niet altijd zijn mond te houden. En niet te hulpvaardig zijn opgetreden voor zijn kopman Frans Verbeek. In het rennersmilieu kunnen mannen met persoonlijkheid gevaarlijk zijn. Zeker wanneer ze al eens tegen de gevestigde waarden willen ingaan, worden zij gauw aan de kant gezet. Dat was het. Heel goed verwoord, denk ik. Heel goed verwoord. Van iemand die het ook heel goed kon verwoorden. Denk je dat je weet wie het geschreven heeft? Het was, denk mag ik wel zeggen, een van de topjournalisten, zeker van de radio, van het wielrennen, was Jan Wouters. Oh ja, mijn kameraad. Was mijn kameraad. Echt of bedoelt je het dan? Echt. Ja, want hij strooit met lof, zegt robuuste kerel, doorduur, uiterst snelle sprinter, maar die dan niet alle kansen krijgt. Als je niet ja knikt, krijg je geen kansen. Dat is wel. Ja. We hebben links, hè? Link. Tony gaat over naar de profs. En Tony wint zijn eerste koers als prof in. We gaan daar zitten aan denken. Mijn eerste koers als prof. Dat mijn eerste koers. Het was op 3 september 1970. Ja.
mijn eerste koers dat ik die heren bed gereden had. Dat klopt. En de eerste overwinning? Dat was in Noorderwijk. Nee, toch niet. In Rumme. Ja. En dan Noorderwijk. Ja. Maar, ja, in Rumme, dat was dan de tweede koers. Hè. Ja. Je hebt bed en dan naar Rumme. Het eigenaardige is, Tony heeft nooit in Gitbets gewonnen. 25e in 1970, 22e in 71, 13e in 72, 9e in 74, 8e in 76, 4e in 77 en 25e in 78. In 72 was Tony er heel dichtbij. Ja. Toen is er iets speciaals gebeurd. En ik denk dat we, om dat te verklaren, even moeten teruggaan naar 1971, Tony. Even zien. Want in 1971 wint Tony in Herenthout de wedstrijd voor beroepsrenners. En wie was dat tweede, Tony? Vraken. Frans Verbeek zijn de kopman. Dus Tony wint in de spurt. Het was een spurt met heel wat renners voor zijn kopman, Frans Verbeek. En het jaar daarop, hier in Gitbets, rijdt Tony voorop. En Verbeek neemt weer wraak. Vertel ons, Tony. Ja. Dat is nou ook zo weer. In Herenthout waren we met 13 man voorop. Ja. En van alle ploegen natuurlijk, hè. De kruier van die ploegen en de sprinter van die ploegen en zo verder. En Frans, die ging al die mannen af die mij voor zaten, voor daar te kunnen winnen. Nou, dat is goed. Maar dat was eerder, want Fonske de Bal was er ook bij. Hij was een rappe sprinter. Maar dat was eerder waar Frans niks aan gevraagd had. En dat was om voor te winnen. Natuurlijk, als je met 13 naar de meid gaat, ja, je kunt niet zeggen voor de meid wie gaat winnen. Ja, dan moet gesprint worden. En ik sprint, ja, mijn sprint, en ik win. En voorbij, ik was tweede. Ja, natuurlijk. Ja. Maar je kunt niet aan die remmen gaan trekken. Op 5 meter van de streep voor de andere in voort te laten. Hè? Want ja, dat kunde niet. Hè? Dus ik win daar in Herenthout. En ja, dat was in geen goede aarde gevallen bij Frakke. Maar als je hem klopte, dat was nooit niet goed. Hè? Dat was altijd aan het aangeven. Hè? Rij. Maar hij rijdt niet. Hè? Hij moest rijden. Rijgen zei er altijd. Rijgen. Ja. En dan komen we terug naar 72. En dan? Gitbets. Ja. Eigen volk. Dan had ik eigenlijk, ja, ik had in Rumme gewonnen. En met een droom, ja. Dat was hij winnen. En in 72, Tony, waar je er dichtbij. Ja, en... Elke waar, voorop. Ja, we rijden de toeren. We rijden naar Budingen, Randberg, Kortenaken. Daar. Altron. En dan waren de vier man daar. Eigenlijk vier kameraden. Drie kameraden en ik. En die toeren waren 18 kilometer aan, we moesten er geloof ik 9 doen. Hè? 9 zo. En ja, ik werd goed geïnformeerd van mijn supporters. Verder, nog 2 minuten, nog anderhalve minuut. Ja. En nu zijn we de laatste ronde in en we rijden de Ransberg over. En op de Ransberg hadden we nog, maar het was meer dan een minuut op de Ransberg. Maar dat was al geregeld. Toen, ik was er misschien de rapste,
wat die mannen, maar ik speelde, dat mocht mij geld kosten, ik wilde hier winnen. En ik zou die mannen allemaal, alle drie, in mijn prijs verdelen. Ik moest er niks, maar ik wilde hier winnen. En we kwamen naar Kortenaken. En in Kortenaken stonden overal supporters zo, die onderweg nog de tijden opnamen. En daar hadden ze gezien dat alle renners van mijn ploeg, die naar hier gekomen waren voor mij te helpen en voor eigen volk, dat die moesten koersen van Verbeek. Die moesten, die Verbeek die had geroepen, alleen mannen, rijden, rijden. We moeten hem hebben, rijden, rijden. En, dus de eigen renners reden achter u? Moesten koersen. Om u terug in te halen. Ja. En dan had ik in Kortenaken de schans en daar hadden we nog, nog 40 seconden gelopen. Maar ze zagen ons rijden. En zo tegen, als je nou bij vier renners die al 100 kilometer gaan rijden, moet rijden tegen een ploegentijdrit. Verstaat het van 8-9 man, die komen erop terug. En als we boven aan de kwak, dat wij zeggen, boven op de berg, dat pakten ze ons terug, als we over de kop waren. Ja, en dan even bijgebol. Tommy, dus we hebben het over 71 gehad. Er is heel wat dramatiek in 71 geweest ook. En je waart in dezelfde wedstrijd als Jean-Pierre Monseret, die verongelukt is. Maar er waren ongetwijfeld ook loopbroeken in het peloton. Ik heb mij door kwaadtongen tussen aanhalingstekens laten vertellen dat je zelf ook altijd inwaart voor een mop en dat je ooit bij een gitbets voor bij een wedstrijd voor jongelingen een stuk van het parcours afgesneden hebt, langs de spoorweg gereden zit. Niemand had het gezien en je bent als eerste binnengekomen. Nee, ik ga dat anders vertellen. En dat is nou wel echt gebeurd, hè. Maar nou kan ik eerlijk gezegd, ik kan ermee zeggen, juist welk, in welk dorp dat was. Maar het was in de Vlaanders. En de jong is één keer bij mij naar de koets gegaan. En nadien is die, dat was zo'n duivrave jongen, is die nooit meer bij mij naar de koets gegaan. Maar ik ben een hele goede vriend bij nog, hè, maar die is nooit meer naar de koets gegaan. Ja, dan had hij iemand anders natuurlijk. Hè. En dat was Eddy Schepers. En we zijn in de Vlaanders aan het koersen. En dan weer zo smalle veldwegjes, gelijk de Herbal en zo. Ja, zo geen brede wegen. En ik zit mij voorop, de laatste toer, maar ze moeten rechtsaf. En voor een lust te maken, voor naar de feiten te komen. En juist voor die bocht naar rechts, rij ik plat. Ja, stop aan de kant. Godverdomme, dat is toch wel straf, hè? Je zet er dan bij. Ja. De kruis, daar je peloton, ja, de eerste. En daar je peloton, daar naar rechts. En er staat er een man, met een Fiat. Ja, moet ik daar arriveer doen? Ja, anders moet ik te voet gaan. Ja. Oké, ja. Moet je een wiel hebben, dan kun je al gewassen. Hè? En die stopt. En dan naar de vij. En de brillen. En die man, die heeft mijn gevaarwiel. En ik vertrek. Naar de vij. Voor mij gaan te wassen, achter naar de vij natuurlijk.
Maar ik had er geen rekening mee gehouden dat de koers mag dat hij nog moest komen en dat hij rapper achter me zat als dat ik verwacht had. En wat gebeurt er? Ja, ik rijd over de meid, 50 meter voor dat peloton. Ik moest nog redelijk thuis sprinten, hè? Want anders had ze me gehad. Ja, en de micro die roept. En onze winnaar is Tony Gakens. Ja. Ik droom. Ik ga naar die mens. Verdaan te leggen. Naar Vlaanderen hier. De kinderen aan de micro. En dit is onze winnaar. Is dat ik dat uitgeleid had? Was er al herrie? Want voor de Hollanders, de tweede en derde winnen. Die gewonnen hadden we gezegd. Hè. Maar ja, ik zei meneer. Ja, en dat stond te doen, maar met dat bloemen. Ik moet vertrekken. En de anderen willen nog al doen, maar stel dat ik ben een duiger. Ja. Met dat wiel te krijgen. Dat is de gebeurd. Ja, dan is dat goed afgelopen. Hè. Ik heb dat geregeld gekregen. Ja, is hij in een krant lezen? Oh, wacht, maar was dat toch wel diep? Ja. Ruiselen? Nee. Gulligan. Of zo in Frans. Toch wijd. Dat was wel een van de strafste toeren dat ik meegemaakt heb. Ja, ik lees in een krant dat een artikel staat. Tony Gakens, de man die dikwijls om zijn vrij ophefmakende van Literstreken bekend stond. Ja, plezier moest er zijn, hè. En hoe werd plezier gemaakt in Tonton? Oh. Ik heb er straks gezegd, kom ik even op de straks terugkomen en zei ik, er werden dus wel, toch wel duidelijk afspraken gemaakt om koersen te winnen, zeker op regionaal vlak. Want je hebt ooit gezegd, ja, er werd gesprint met de remmen toe. Ja. Nee, als je de remmen zou toetrekken, dan zou ze overrijden. Dat niet, maar in criteriums we hadden meestal zo, daar kan ik 2 dagen, een half van vertellen, maar dat is de bedoeling, nee. Want ik mocht vroeger in de strijk altijd criteriums rijden. En eigenlijk gaat dan in tenen een criterium. En gaat dan in Huizen, in Eversel, in Bilzen en wat er nog overal hadden over criteriums. Dat was dan natuur criteriums. En dat was goed betaald. Dan krijgen we 3000 of 5000 frank. Verdoen met de rijden. Startgeld. Ja, startgeld. En als je dan eten voor wat kruar weet, allee, ja, zo van de strijk, dan brachten de mensen mij. En dan. Goed. Maar je weet, we waren, allee, ik zat al in de jeugd altijd geweest, dan bij beroepsdienst en ik ook geweest, kameraad van Monserij en de Vlaming enzovoort. Maar die mannen waren er altijd bij, in de kateren van Monserij was wereldkampioen, hè, en Merckx, en Gouden Vrouwt, en Le Mans, en ja kom, allemaal grote mannen, en Sprengel, en nou is het koers in Tenen. En criterium. In de gelaas trouwens. Maar Georges Klaas van Kerkom. Maar die kost niet zo, dat was een goede kruid, maar die kost niet sprinten. Niet zo rap sprinten. En die was soldaat in Bijvingen. Bij de Vlaming. Geweest. Dus die was een goede kameraad bij de Vlaming. Maar we hadden dat uitgespeeld in Tenen. Vlaming, Monserij, Verhoep. In en van ons mij, ik, Schijs, Eijers, de jongen, en in en van daar, en we moeten ze nou even, de mannen, ja, wij zaten dan weer een strijkman zo. En dan was dat de jongen die mij was, en fijn uitgespeeld, de eerste kameraad van Vlaming. Goed. Nou, daar 2, Paljassen, Monserij en de Vlaming. Dan
Dat was tegen Marx en Carrière. Want hij had Kloos laten winnen. Maar dat was buiten. Dat was heel. Dat ging niet. Kom. Dat was een ramp. Voor het wielrennen door het tenen. En voor de organisatie. Ja, maar Marx zal hier dan. Marx die had gewild dat Vlaming of Monserij won. Maar toch zo'n kleine kraar niet. Gelijk als soort. En zo was dat. Zo dan weet de koetsje, dat weet zo dat de grote beter dan gemaald. Je kost nog bijvoorbeeld in de boek die Freddy Martens dus schrijft van Bilze. En achter in Bilze gewoon hij, als ik tweede was. Maar je moest heel wat rijden. Je mocht rijden in dingen. In Evercel. Dan lossen ze elkaar af. Gouden fruit. De Vlaming lost de kraar af. En ik zei aan het passeren, ik ging winnen. En dan passeert hij in die afgelost is. Naast mij, dan gaat er van rapper natuurlijk. En die komt op gelijke hoogte en die houdt in. Dus als ik over de streep rij in Evercel, dat was dan de thuishaven van Roger Zwart. Goed. De foto op de streep is mijn achterste wiel. 40 centimeter van de grond af. Zo moest ik stoppen. Hè? Of ze rijden mij. Ja, dat doe ik nog vaak. Ja, zo van die dingen allemaal. Soms was er meer te verdienen door niet te winnen dan door wel te winnen. Te knikken. Ja, van een beetje dreigen van, je geeft me zoveel en je mocht winnen. Omdat ze dachten dat je sneller was, maar dat je was dat een stikke potje, dus je was wel leven. Ja, zo een koersje. Mannen, die wilden altijd winnen. Is het een beetje te vergelijken, Tony, met de veldrit nu. Een organisatie waar de grote mannen niet komen, komt ook geen volk dan. Nee, ja. Zo was het ongeveer, ja. Grote mannen aan de start moet winnen. Ja. Ja, dat ik het tijdens, ja, dat kon ze geen inheven zijn, echt hoor, nee. Maar dan rijd ik een koks uit in Oost-Tuinkerk en heb ik een tijdens, dat is juist hetzelfde. In Bilze, daar rijdt Bitossi voor een prim van 200 frank. Ik zie de afspanning nog op mijn gang komen, dat was een hoek. Na de aanspanning die ze zo gezet hadden, was mijn beeld aan. Ik zie me daar nog recht in vliegen. Voor 200 frank. Die in Italiaan, hè? Frank, helemaal bij mij naar de aanspanning. Dat ik er bij mijn arm in denk. Verstaat je het? Dat is in de grote. En dat is moeilijk tussen te komen. En daarmee hebben we het er bij de grote. Het is soms moeilijk bij dat je hun klopt of dat ik een keer iets op vuurplan rijden. Tony, 72. Misschien een van uw beste koersen, ook al heb je niet gewonnen. Belgisch kampioenschap. Tony Gakens wordt vierde. In Bornem. In Bornem. En daar schrijft men Tony Gakens, de ware revelatie van Bornem. Ja. En daar ligt u ook nog iets op je maag. Dat ligt op je maag, de Merckx weggemareerd als. Als ik drinken moet nemen. Nou, dat was zo. Ja, achter de steen, hè. We gingen nog twee toeren zeker zal het geweest zijn, of drie toeren, ik weet het toch niet meer. Tony, maar wat strak over had, Tony Ramaak zei, die gaf me drinken. En nou heb ik mijn bus weggesmeten voor de volgende ronde, een bus te pakken. Maar die moest heel ver lopen voor een buskala, voor dat terug te brengen op die plaats
Maar ik deed wakker mij eraan. Want naar beneden kon je geen drinken, daar stond te veel volk, geen drinken pakken. En ik moest me later afzakken, voor die bus te pakken. En ik heb die gepakt. Maar beneden draaien ze en dan maken ze die lust van achter. Merks en Gouden Fruit hadden dat gezien dat ik, ja, dat ik drinkje ging pakken. Met een bevoorrading. Ja. En dan zijn die weggesprongen. En dan hadden die een 150 meters als ik door het volk, hè, door de kruis, aan de kop van het peloton kwam. Maar voor dan, dat gat dichter rijden, dan moest ik wegdemmerijden uit dat peloton. Ze moesten het laten gaan. En dan moest ik er nog kunnen dichtrijden ook. En dan heb ik daar zo een tour achter gereden. Op 8 seconden, op 6 seconden. Hè. En ik heb dat niet dicht gekregen. En dan was, ja, dat was dan, dat is ook een ontgoocheling. En dan ben ik verder geweest. Met Merckx heeft het ook niet gewonnen. Nee, Merckx heeft ook niet gewonnen, want Gouden Fruit heeft ook gewonnen. Ja. 73, krantenkop van 1973. Tony Gakkes, 6 maal in de spurt voor de eerste plaats, 5 maal winnaar. Wat maakt een renner een goed spurter? Dat heb ik van verre baarden. Dat zit in, ja, sprinten. Explosief. Verstand op nul? Ja, ja. Niet kijken? Nee, dat is... Door is het doek. En dan zeg ik alles, ja. Daar moet ik zijn. Zo, al, ja, hoe moet ik zeggen? Ja, ik kan dat niet vertellen eigenlijk. Dat is heel, ja, ontploffen. Tot daar, dan is dat gedaan en dan zit je terug wagen. Maar sommige mensen kunnen dat niet. Die kunnen wel rap rijden, maar die kunnen dat niet. Dat explosieve niet. Ja. Dat. Hè? Dat hebben die niet. En risico nemen. Ja, ja, dat is dan. Risico is altijd. Hè. De ja, beste. Ik verstel me dan de vraag. Bij zo'n spurt denk je dan terug aan. Voilà. 67 en de val. Voilà. De beste, de gemakkelijkste sprinten voor mij, als ik mijn beroep zelfs won, dat was als Kees Bal, dat was een Hollander, als die erbij was, een Baas Roden of zelfs in de laatste 3-4 kilometer erbij was, daar. En Leo Daandam, dat waren mannen die de laatste kilometer heel hard naar de meid konden rijden op kop. En die deed dat een keer voor mij, of die deed dat, allee, nee, ik profiteerde daarvan. Die deed dat een keer voor Gouden Fruit, of die deed dat een keer voor Eddie Peilman. Ook voor sprinters, of Rick van Linde. En als je daarachter zat, dan kwam er geen druk van me achter. Je ziet dat nu in dat ploegenspel bij Quickstep of bij, in de tijd bij Kittel. Hè? Die mannen die rijden de laatste 5 kilometer allemaal op kop en die sprinter die komt eruit. Hè? En ze, dat waren voor mij de gemakkelijkste sprinter. Maar natuurlijk, die waren er niet altijd. En, Je bedoelt de trein. Ja, die trein die was er niet altijd. Want soms ja, zat die of die of die of die of die in de weg. En dan moest ik langs achter rond gaan. En daar ging de deur toe. Allee, hij was dat. Dan moest je inhouden. Dan moest je rond gaan. En dan klinken ze naar links of naar rechts. Ja, dan waren je de 12e of de 16e. En dan moest ik ook naar huis komen. Je hebt niet altijd een trein. Voor achter te pakken, zo gezegd. In 1974 krijg je de eerste keer een ploeg die rond Tony Gakkes gebouwd is. He, dan zitten we Plum, Gero, Hasselt. Dat was een heel schoon
plezante, goeie ploeg. Allemaal, die hadden wij samengesteld, dat waren van allemaal mannen, renners van de strijk heen. En dat was plezant. Iedereen deed voor iedereen heen. En met een sportbestuurder? Met Etienne. Goeie sportbestuurder. Nog 74, Tony. Ruisleden, zegt hij dan nog iets? Ja, massasprint. Massasprint? Nee, sprint met twee man. Ja. Ruisleden. Ja. Och, verdikt. Eerlijk. Verdikt, Tony voor 3 maanden geschorst. Ja, links. Wegen struiken trek. Rechts van de weg. En beledigingen aan de BWB afgevaardigden. Heel juist. Ik vind het nog altijd. Want wat zei Tony dat ze het reglement niet kende? Ja. Staf van Gossen. Hij is nog dood. Nog niet zo lang, zei hij. 5, zei ik weer. Die rijdt ook koers. En we gingen met 2 man naar huis leiden. En een snelle koers. En uiteindelijk was ik voorop met Fernand Hermé. En maar ik kan dat niet juist zeggen, maar ik geloof dat hij een keer militair kampioen geweest is. Maar ik kan het niet juist zeggen. Fernand Hermé. En ik krijg die op 500 meter van de streep op kop. Van de RFI. Dus, rechts van de weg. Nou, daar hekken ze links en rechts met de beroepsarts. Dan weten ze dat ze geen kabel ermee leggen. Nou, daar hekken. En ik zet aan. En als ik op gelijke hoogte ben van Hermé. Maar voordat ik dat van te vertellen. In de Vlaanders hebben er boutmakers. Boutmakers, dat was vroeger nog erger dan nou. Dan kon ik op kruis geld wedden. En dan staan de mannen op borden en daar staan namen op. Die staat aan 2, die staat aan 3, en die staat aan 5, en die staat aan 7, enzovoort. En ik passeer aan de linkse kant. Ik heb hier nog zo breed als deze zaal is. Hè? Voor dit te passeren. En ik zit op gelijke hoogte daar aan die camera. En die rijdt helemaal bij mij naar de nadarafspanning aan die kant. Bij gevolg dat ik mij moet pakken aan die. En ik duw die naar rechts. Want mijn snelheid was hoger dan zijn, want ik kwam achter hem uit. Wat gebeurt er? Ik rij over de meid. Ja, hij was uitgesprint, want ik kon niet meer. Maar ik kwam over de streep, ik win. En de delegee die in de slag zat met de boutmakers, kom in daar, die zegt: oh, jij hebt aan de trui getrokken. Ik zeg: pardon meneer, je kunt de reglementen niet. Je mag niet van een lijnen wijken in de sprint. En je mag niemand in de hekken inrijden. Ik zeg: maar dat is geen probleem. En dan heb ik daar nog staan te wachten. Maar die delegatie is niet buiten gekomen. Verder nog eens over te spreken. Uiteindelijk wil Dos de Diener weer buiten komen, die delegatie. En hij deed een vraag van in de café aan de Rijkswacht te zeggen: wilde je vertrekken? Dat meneer X kan naar huis gaan. Ja, dan zijn we naar huis gekomen en dan ben ik op de bond moeten komen. Je bent in beroep gegaan. Ja, maar ik ben in beroep gegaan en ik ben op de bond moeten komen. En bij de Belgische Wielrennersbond proberen ze dat altijd. Ja, te regelen dat dat voor hun uitkomt. Hè. Verstaat het? Er waren geen beelden van. En die spreekt eigenlijk. Hè. Ja, maar Tony gaat in beroep. Maar omdat je in beroep gegaan bent, mocht je verder koersen. Ja. Zeg je uiteindelijk
geschorst of niet geschorst? Ja, ik heb toen... Die moest mij voor zijn beslissing kracht bij te zetten, moesten ze me zes weken of twee maanden schorsing geven. Want anders dan hadden ze geen gelijk. Ja. Dat was het resultaat. Ja, want een afwachting van het beroep, wat heb je dan gedaan? Ja. Gewonnen. De volgende koers heb je gewonnen in Waarschot, denk ik, hè? Was het niet? Dat kan, ja. Ja. Waarschot. Ja, 21 augustus was er uitgeleden en 10 september heb je in Waarschot gewonnen. Dat wist ik al de mensen. Ja. Ja, maar dat zal zijn. En Koolskamp, Oostkamp ook. Waarom werd er zoveel gereden? Ik zie hier nu 75 bijvoorbeeld. En mijn data zijn nog lang niet volledig. 1 mei, 6 mei, 12 mei, 13 mei, 15 mei, 19 mei, 22 mei, 31 mei. Ja, dan ga ik nog eens vertellen. Als ik contract tekende, hè, in 70, toen kregen wij 25.000 frangen de maand. Bij wat niet. En dan moest ik het maar op bezoek in evenredigheid, waar de mensen verdienden. De werkmensen, dat was daar redelijk veel geld, want die verdienden toen maar 12 of 14.000 frangen. Verstaat het? Maar je moet rekening houden, jij moest ook alles, ja, je moest naar de koers rijden, je moest eten, vitamine, dan moest je materiaal en zo, je krijgt wel. In de klassiekers, hè, reservewielen, of in rondekes reservewielen, maar, of als je dan stukken had in de rondekes, dan leidde je die mechanikers leidde dan tuben op. Maar voor de rest moest je alles zelf bekostigen. Hè. En wij rijden ja, per jaar 100.000 kilometer met een auto toe naar de koers. En dat was naar Duitsland of naar Frankrijk naar Holland of hetzelfde moeten. Je moest met een auto rijden. En dat kostte ook allemaal een beetje geld aan een auto. Dan moest ik wel koersen. Dus materiaal kreeg je niet van de broek? Nee. Ja, een fiets in het begin van het jaar wel. Hè. Dat krijg je altijd. En als je je fiets brak of kapot viel, dan zou je misschien een nieuwe gekregen. Hè. Nou, dat heb ik eigenlijk nooit niet voor gehad. Maar ja, je moest zoveel mogelijk koersen voor geld te verdienen. Hè. Het is door mij ook dat ik niet, ik ben er toen vanaf geraakt van de Ronde van Frankrijk, ik heb dat verteld gehad geloof ik, dat hij die verstraten in mijn plaats mij gegaan. Maar dat jaar, op die 21 dagen, toen heb ik als de Ronde bij zich was, toen had ik, ik geloof, 41.000 frank verdiend op die 21 dagen Ronde van Frankrijk, bij hier te rijden. En als die mannen thuis kwamen van wat niet? Van de Ronde van Frankrijk. Van Ronde van Frankrijk, als allemaal betaald was, hadden die elk 800 frank over. He? Zo was dat. Ja. Ja, zo was het. Min de Franse belasting. Ja. Dus er was meer te verdienen. Dus er was meer te verdienen bij veel te koersen heen, als bij, in de grote rondes van de rij, zal ik zeggen. Hè. En Tony, nu, en je zegt de Ronde van Frankrijk, de na-criteria nu. En je rijdt het criterium in de na-tour. Kreeg iedereen daar startgeld? Of alleen, dan zeggen Merckx en consorten, de absolute top? Een ploeg van de Tour de France. Hè. Dan krijg je, alleen Merckx, die krijgt een som, een dikke som. Maar nou is dat geen dikke zonde mee, hè. Want het geld is geen volle waard, verstaat het? Nou is dat euro's, toen was dat 80.000 frank, zal ik zeggen. Hè? Of 80.000 en 80.000 voor zo'n ploeg te verdelen. Hè? Maar dan rijdt het door 5, 6, 7, 8 man van één ploeg. Hè?
dan rijdt er van een andere ploeg, dan rijdt er nog de Spanjaard mee, die Agostinho, ik zeg nou zomaar in, of ja, Talatabi, ja. Of Fuente, of die. En die mannen moesten ze ook goed betalen. Maar dan de gewoon, dat waren allemaal, soms zouden ze durven zeggen, 2000 dollar. Ja, en als je dan niet content wordt, dan moest ik er niet rijden, dan ging er een andere mee rijden. Want de kleine man, ja, de kleine kruid, die weet in feite niet zo goed betaald zijn. Nee. En toch moet het erbij zijn eigenlijk. Hè. Ja, want ja, veel rijden ja, maar, bracht meer op dan... Dat voor mij, ik was rap. Ja. Hè, ik kost regelmatig in de 10 is te rijden. Hè. Of in de 20 is te, zal ik zeggen. Als je... Of ja, de 15 is te, dan betaalde dat nog meer als een werkman verdient, zal ik zeggen. Hè. Als je dan 10 koersen op een maand, ja, een keer de 5e, en is een 3e, en is een 8e, in de 6e, ja, dan had ik weg de zand te verdienen. Ja. Ja, ik zie ook Tony Gakers twee keren ook op de piste gereden. Daar heb ik spijt van. Goed gereden op de piste, tweede geweest in de criterium voor jonge profs. Ja. Ik denk in 70, maar in 67, 66, 67 al op de piste gereden. Ook heel veelbelovend. En daarna toch niet gedaan, maar om een heel eenvoudige reden. Ja. Ja. Mensen gaan er misschien mee lachen, maar het was eigenlijk een heel eenvoudige reden. Dat is heel... Als ik vroeger in Schaarbeek op de piste ging rijden als beginneling en dan jong kruidje zo, toen, dat was voor mij een speeltuin. Dat was... Ja, ik was... Een roller, dat ze zeggen, ik had zo'n plaats, ik kon dat goed. Maar, en dan ben ik dan met dat vallen uit geweest, en dan ben ik terug op de piste beginnen gaan te rijden. En achter een half, samen met Valère van Zwijfel gingen we dan, want toen was Schaarbeek gesloten, gingen we naar Antwerpen op de piste rijden, hè, als ik verder op zijn was. En als ik daar een half uur aan het draaien was, dan werd ik duizelig, ja. Als ik een half uur op de piste, maar natuurlijk een 6 dagen rijden, ja, dat is dan een bloedkoers van een uur, hè. Of je moet volharden eigenlijk, hè. En het moet lukken. En dan heb ik het Omnium een keer doorgereden tegen Willy de Bosser, dan was ik dan tweede, ja, Willy van de jongeren zo. En, maar dat was dan... Dan was ik aan het trainen voor de 6 dagen, want we waren ingeschreven met een S-band, voor de 6 dagen te rijden van Antwerpen. En dan heb ik moeten afzeggen, ja, om die rijden. Omdat je thuis werd. Ja, ja, ja. Dus nog altijd gevolgen van? Van de accident. Ja. En als ik nu naar de 6-daagse op Eurosport kijk, dan denk ik er altijd aan ja, gelijk. Gelijk nu, Robbe Gijs, Van Lummen, jong mannen die op de piste rondvliegen. Ja, dat is toch zo schoon. Maar, ja, als het niet gegeven, nee. Ja. Tony Gakers, geen rondrender. Nee. 1 ronde gereden. 2 ritten. Begonnen. 2 ritten. Ronde van Spanje. Ja. 1976, denk ik. En gedaan. Sportbestuurder Van Looy. De eerste rit gevallen en de tweede rit heb gekuipen. Ja. Maar ja, dat was... Luister, dat was toen zo, in die tijd. Hè. Toen rijden we voor Van Looy. Ah, de plankar was erbij en ja, mannen, Goldoor, IJsburg. Hè. En Van Looy die zegt, vandaag zijn we vrijdag. Hè. Hier gisteren zei hij, woensdag, zei hij, mannen, zaterdag start de Ronde van Spanje, hè? Mag de valies maar gereed, hè? Ja, zo kun je, als je van hier, van in België moet vertrekken naar de Ronde van Spanje, een rittenkoers,
Onvoorbereid. Dan kunnen ze, hè, als je dan niet goed zet, dan zitten we op 2 dagen niet goed. Hè. Verstaat het? Als je nou niet goed zet, dan zitten we 2 dagen ook niet goed. En je wordt ook niet beter. Ah, nee, je wordt niet beter, want je hebt de kans niet meer beter te worden. En ik rijd daar, we gingen dan, ja, Malaga, gaan we eraf, ja, Spanje, ja, we zijn in Spanje, hè. Ja, ja, hier, die boulevard is de tijdrit, de proloog. En jij moet rijden, ja, alles goed, ja, ja. Dan ging de G daar, hè. Dat stond nog al redelijk voor buiten, zo. Ik kwam van nummer 8, 24, zeker, ik weet het allemaal. En hij, we vertrekken in de proloog. En dat was 6 of 7 kilometers. En ik had de cijfers, uiteindelijk had de cijfers de tijd. Hè? Dat was niet slecht. Maar over zo'n dikke kabel van de elektriciteit, dingen, terrein, was ik gevallen. En we hebben een enkel op de asfalt. Om eigenlijk bezotte toeren te doen. Ik zeg het recht uit, hè, met de spijlen eigenlijk. Maar het was gebeurd. En zaterdag, dat die, ja, eigenlijk met een veldpijn. Maar Jos Kloos was bij me en die, ja, we luisterd. Het is een lastige rit. Hè. Je krijgt er boeken van en dan rit die in de 2e rit. Hè. Het is een lastige rit, maar we gaan bij je blijven. Dan kun je beter terugkomen en dan zijn er niet alleen verzeild in de achtergrond. Goed, dat was een tweestrijd tussen Agostinho, die is ondertussen die is ook verongelukt, en Fuentes in de Ronde van Spanje. De eerste etappe. Een kilometer of 7, 8 gereden, niet meer. Van hier tot in Halen en terug, plat, direct omhoog. 40 graden warm. En de groep valt een stuk in. En ja, we blijven beneden, ik en Zors, even neer. Ja, nou, dan zijn er al. Zeker 70 daar, groepjes van 20, dan nog een groep van 8, dan nog eens een groepje van 3. Hè? Maar, voor dat te vertellen, achter ons rijdt een Delegij. En die ging, een officieel, en die ging niet achter ons uit. Maar toen achter waren ook nog kruis. Maar, die hebben klimming, dat blijft duren. Kilometers en kilometers en kilometers en kilometers en kilometers. Ja, 3, 4 uren aan een stuk. En elke keer passeerde door een groepje van kruis die teruggebracht waren aan de auto. Maar die kwamen dan achter die delegijwagen. Maar die waren niet moe. Allee, die hadden aangehangen en dan passeerden die ons en dan waren die uit zicht. Maar op het laatste waren wij nog altijd aan het sukkelen met die poljas. En onze bus was leeg en we krijgen een fles water. Dat was kokend water. Een fles, dat kon je niet drinken, maar je hebt de hele dag een drinken gehad. En dan komen we in dat dorpje waar de Narivij was, op het Sintelwaal. Maar we waren op de hoogte van onze tijd, 40 minuten hè, achter. En we mochten bijvoorbeeld 42 minuten tijd verliezen. En we moesten nog een kilometer of 6, 7 rijden. En we komen daar dat dorpje binnen. Hè. En als we daar aan die deur komen van daar, circuitje, want daar even een maand te halen we hebben binnen, deden ze die poort voor ons dicht.
ja, we waren te laat. Hè. En dan ja, eindigde daar de Ronde van Spanje. En we zijn naar huis gekomen. Het was gedaan. En die mannen die ons gepasseerd waren op 40, 50 kilometer van de Narivij, naast ons, dat was, ik kan daaraan zeggen, Gert Harings en zo, van die mannen, liepe mannen, en dan andere dags wonen die erin. Zie je, en dat zijn van die trucken. Tommy, nog een stelling uit de krant. Tony kan terugkijken op een mooie carrière met 22 overwinningen bij de beroepsrenners, maar er had meer in gezeten. Als hij bijvoorbeeld net als Ludo Peters de overstap had gemaakt naar een grotere ploeg in het buitenland, dan had wellicht nog veel meer gekund. As, ja. Maar, ja, dat is. Je kunt dan weer stilstaan, maar. Ja, je kunt dat niet weten, ik heb het niet gedaan. Hè. Dus dat, het is zo geweest, gelijk het nou geweest is. Maar uiteindelijk, ik ben content dat dat zo geweest is. Ja. Tony, we zijn begonnen met een aantal woorden, we gaan afsluiten met een aantal woorden. Ja. Supporters. Geweldig. Heel veel. Zelfs nu nog. Vrienden. Veel vrienden. Frans Verbeek ook. Vriend. Marks, vriend. Gouden Vrouw, vriend. Canaris. 14. Prinske en Knuffel. Beste vrienden. Zeg eens voor de mensen die het niet weten, wie zijn Prinske en Knuffel? Met twee hollandjes. Leuven. 22 jaar van mijn leven gezeten. Aan de goede kant van de deur. Ja. Centraal. Tony Sport. Heel plezant. Zijn. In 2000 was mijn beroep gestart bij Fietsen Zaakske. Meer voor iets te doen te hebben als het een fijne carrière was. En ik heb daar tot nu toe nog altijd spijt van. Ik heb dagelijks volk over de vloer. Dat is plezant. Dat is. De zoete inval. De zoete inval. Nou, nou. Waar veel gefilosofeerd wordt. Oh, gelogen. Waar ritten van 200 kilometer, ja. Ritten van 400 kilometer ja, worden. Ja. Wat daar is. Wat is. Politiek. Politiek. Dat is nou, ja, dat is gedaan. Ik heb daar samen met jou zijn, en ik daar, zijn we eraan begonnen. In 2000. En ja, dan ben ik over een paar jaar ziek geworden. En bij het samenstellen van de lijst van het jaar, ja, was ik toen nog niet goed genoeg voor mij te doen. Allee, voor te zeggen, als ik zo ben, gelijk ik nu ben, kan ik dat niet aan. En ondertussen ben ik terug. Mijn volgend woord is hard. Hard. Met een T. Dat was het. En over 3 jaar zeker heb ik er een keer te horen gekregen dat ik hartproblemen had. Hè. En dan heb ik dat de eerste keer laten opereren in Hasselt, maar dat was dan niet gelukt. En dan nadien, dus over 2 jaar zeker, of anderhalf jaar, hebben ze dat in Jette gedaan bij Brigada. Topprof. Ja. En tot nu toe ben ik hier nog altijd. En ik voel me goed. Koers?
Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik volg koers, maar dat ik nog zo veel ambities heb om naar de koersen te gaan, zo, dat zijn er te... Allee, de ouderdom is daar en de jeugd waar ik in mijn bezig geweest ben, die zijn er ondertussen al uit. En ja, die zijn gestopt of ja, die zijn al gestopt gewoon en dan heb ik geen ambities meer. Ja. Opnieuw beginnen? Ik zou nog beginnen, ja. Ja, ik zou nog beginnen. Hetzelfde doen of iets anders? Nee, hetzelfde. Maar ik zal liever niet meer vallen dan. Tony Gakers? Ja, Tony Gakers, ja. Wie is Tony Gakers? Geboren en getogen te Geetbed. Mag ik Tony Gakers zelf citeren? In een interview in 1980 in de wielerencyclopedie. Ik haal de rook van mijn sigaretten. Een pint loop ik niet graag voorbij. En voor een toffe griet sla ik mijn blik niet neer. Heel juist. De peertaal Tony Gakers. Dat was allemaal veranderd. Dames en heren, Tony Gakers. Strafste Stuart. Ja, als de kampioen van Brabant geworden is, dat was toch formidabel, hè? Vertel eens. Dat was ook. Ze waren bij de groep nog verdienen en dan doen we rinken hier aan ontsnappingen. Toen was er nog een junior, hè? Toen we rinken hier aan ontsnappingen. En op een gepaste man, ik weet nog goed, want tegen zijn nog mil. Hij stond dan boven en dat was een lange berghoek daarin, herinner ik me nog. En de wagen die verraadde, die zei: in een renner ontsnapt. Maar ze wisten ook de juiste nummer, hè? En toen ze kwamen hoog, ze zei, ja, dat is van Wendel, hoe heet het hier nog wel? Godverdikke toch. Schuiten. Ze dachten te schuiten. Die reed toch voor dezelfde ploeg, voor Apollonaris. En maar kom ik erbij, ja, dat is schuiten. Toen zei ze, ja, maar te schakers. En toen woon toen is vooruit binnengekomen. Toen werd de kampioen van Brabant. En dat is ook veel jaren alleen, dat was toch als er junior was, hè? Ja. Zo hadden we de koers in Huizen. Maar eerst en vooral in de Ronde van Limburg gingen we winnen in Centrui, in de tijd van de Gero. En George Klaas had nog 2 minuten in Zapperen. En wie flikt ons? Zwerts. Wat is het gevolg? Het was het kampioenschap van België. En hij zei: Zwerts wordt kampioen van België. En ik zei tegen Tony: per 3 weken is dit een huisdekoers. Die wordt gewoon gevierd als kampioen van België en die wil toch winnen. In Huisden. Nou ja, dat is goed, zei hij. Ik zeg: zorg dat er zit en dat is scherpste. Hè. In die tijd mochten wij de koers nog volgen. En ze beginnen door te koersen. Ik ben normaal nog 10, 12 weg. En wat is het gevolg? Tony was mij natuurlijk. Tony klopte me en Smert stond op de foto. Dat is feitelijk iets van het schoonste wat Tony zijn leven gedaan heeft als hij bij de Gero rijdt. En tot slot, ik denk dat hetzelfde jaar was, 1969, als Raf Hooibergs, ik weet niet meer waar, kampioen van België geworden is. Tony was een echte kampioenschaprenner. Hij presteerde altijd zeer goed. Verschillende podia gehaald. Presteerde altijd zeer goed in kampioenschappen. En ook daar had hij een dijk van een wedstrijd gereden. Maar Raf Hooibergs heeft gewonnen. En na de wedstrijd rijdt Raf Hooibergs weg. Met zijn kampioenentrui aan en met zijn bloemen. En dat is de eerste en de enige keer in mijn leven dat ik op iemand boe geroepen heb. En ik excuseer me daarvoor tegenover Raf. Maar ik was zo ontgoocheld dat Tony niet gewonnen had. Want ook daar had hij kunnen Belgisch kampioen worden. Want het jaar daarna denk ik dat hij ook tweede geworden is. Het jaar daarna is hij ook tweede geworden in dat Belgisch kampioenschap.
een man met ongelooflijk potentieel. Fantastisch een mooie renner om naar te kijken ook. En vooral zijn eindjump, die was wereldformaat. Dat was een super trainer. Een super klasbak om uw leven. En als hij in zijn kroom had, dat er in zijn kap gestaakt, dan was het moeilijk te kloppen. Heel moeilijk. Zo had er hier in Rummen de boel een keer allemaal op de kant gezet en dat klopt dus allemaal. Maar er stond hij, de klas die hij, als het goed was, dat was verschrikkelijk. Hij kon geweldig rap rijden en het was een van de rapste sprinters. Tony behoorde bij de jeugdrenners tot de beste van België, internationaal zelfs. Het niveau van Jean-Pierre Montserrat en Rosé de Vlaming. En Tony die had enorm veel supporters, terecht enorm veel supporters. En dan was er koers in Bloemendaal, hier in Haal, niet ver van hier, een thuiswedstrijd. Enorm veel mensen, enorm veel supporters, die elkaar allemaal verdrongen aan de aankomststrook om toch maar een glimp op te vangen van de arrivée, van de spurt. En in Bloemendaal, de laatste 100 meter, het is een bochtige aankomst, de laatste 100 meter kan je de renners pas zien. Ikzelf was toen nauwelijks 10 jaar. Ik denk dat ik spreek van nu van 1968. En ik stond een paar meter achter de aankomst. En ik heb de renners niet zien spurten. Maar ik heb Tony wel door de mensen heen zien over de lijn komen met zijn fameuze jump. Rakelings tegen de supporters. Passeert mij en dan gebeurt de val. Quasi recht voor mijn ogen. Er was direct enorm veel mensen bij. Tony werd direct rechtgetrokken, maar toen hoorde ik iemand roepen en ik hoor dat nu nog altijd, juist alsof het gisteren of nu gebeurd is. Opgepast, want Tony, hij bloedt zijn oor, laat hem liggen. Tony had inderdaad een zware schedelbreuk en achteraf gezien is het ongelooflijk hoe snel die man daarvan gerecupereerd is en welk niveau. Direct op nationaal, internationaal niveau, dat hij het jaar daarna alweer haalde. Rijdens van de koers, dat was bij Tony. En ik reed een masker voorbij. Toen werd er nog niet de veldchauffeurs van die jonge maskers die rijden, maar dat was wel één. En we rijden dat masker voorbij en Tony zijn hand aan de venster uit en die zat te wijzen op dat wiel. Wat doe je dat masker? Hij dacht natuurlijk dat ze plat reden. Er weer in, we stoppen. Ja, maar Tony, verrast op die genoeg. Is dat voor mij te goed te zien? Heb ik gedaan. Toen de masker natuurlijk, die dacht dat het platte draai was. Ja, maar je kunt boos mee naar de koers gaan, als je wil. Wie er feit op die koers? De masker dat wegwijzen naar dat plat was. Als ze dan moesten gaan laten masseren, dan naar de verder heen. En dan zei hij, Jackie, je moet me gaan laten masseren met de baans. Maar ik broer, zeg je, oh, pak me een brommer, maar red me voet. En toen rijden ze door het jaar bij. Maar de zelfs mocht er dan niet, hè. De zelfs mocht er dan niet, hè. En dan rijdt hij niet meer de baans. En dan kwam hij terug achterop de brommer. En dan zat hij hier terug door. En dan pas zei hij hier toch bij de veilo. De doelgrij was. En dan was hij weer bij de veilig tot de ingrij. Ook omdat er jaren bij die brommers rijdt. Never zot dat toer te doen of niet, maar toen rijden er een schare bij. Hij en de Vlaming en Montserrat. Dat was als liefhebber. We zaten in de. Dat was de grote ereprijs in Begijnendijk. En de Vlaming en Montserrat, dat weer een actie Frans bakken. En we zaten zo in die tijd, was dat, in een garage. Omkleden, allemaal bedienen. En op zekere moment zij rijden gewoonlijk onder hun treinen in de slag. En op zekere moment zegt onze rij: we lopen de buiten uit, want de buiten dat is tegen vol jonge maskers. En we lopen in ons bloed de buiten uit. En die het langst de buiten blijven in zijn bloed, en die gaan verreven daar. Ja, natuurlijk. Dat was niet gezegd, stond zonder een rijder te buiten in een flikker. En Tony die blijft op zijn gemak
Die blijven op zijn gemak buiten staan. En toen moesten de mannen voor hem rijden. En wie wint de koers? Tony wint de koers voor Erik Le Mans.